Nou jongens, even snel een boodschaplijst doornemen. Trouwens, van de New Yorker, de blouse die ik in een van de vlogs had gelezen. En de broek, weet ik niet meer van waar. Maar goed, ik heb bij Koop boodschap gedaan, dus dat ga ik met jullie even doen. Aardappeltjes, kruimig, hoeveel? Zit het erin? 2,5 kilo. Met haricots ga ik maken. Misschien maak ik er nog een vlog van. Wat eten we vandaag? Dan een Chupa Chup strawberry, nieuwe versie. Dan mijn gebruikelijke Biga Fruit Punch 2. En ook de grape. Dan kersen. Ze zijn er weer van de maand. De buttercare kersen. Kan ik eten. Dus die koop ik ook. Kaastik, stengels kan ik ook eten. Die heb ik ook gekocht. Mijn gebruikelijke Red Bull Tropical. Twee halen. Voor één prijs. De sour cream Pringles en de hot and spicy Pringles. En verse sap. Dat was voor de boodschap van vandaag. Liken kan, abonneren kan. Er komt nog een vlog met het gele pakje dat ik aan heb. Met Action en Kruidvat, Zeeman. Ja, denk ik. Dus, dat was hem. Tot snel. Take care. De haricot heeft niet gereed, dus we gaan aardappel in curry maken. Aardappel gesneden. Ik snij ze in 4 stukken. Eerst door het midden. En dan door de helft. Dus gewoon grote stukken. Dus door de helft. Dan door de midden. En dit zijn ze dan. Misschien ga ik er kip bij maken. Ja. Dus ik ga dit wassen. En ik ga de kruidenmix maken. De kippenbouten heb ik ontveld in water. En de ui aan de kook. Tomaat, knoflook, ui, aardappel. En alle kruiden. Zo ziet de kruiden eruit met alle sausen. Wat heb ik erin gezet? Ik heb magie, gietzin, zwarte peper, zout, magieblokje, Laos en citroen. En niet te vergeten de hoofdoorzaak. De Dox masala die je in elk toko gaat vinden. Dat is het resultaat van het saus. Gaan zo de aardappel erin. Dan wordt het zo. Trouwens niet vergeten, tomatenpaste, tomatenpuree en tomaat gaat er natuurlijk ook in. Roeren. Een half glas water erbij. En laten sudderen. Jongens, dezelfde mix kruiden voor de kip gebruikt. Dat is standaard mijn kruiden. Hier de aardappeltjes aan het stomen. De kip. Die heb ik dus eerst in water gekookt. Daarna heb ik ze in de grill een beetje gebakken. En dan pas gaan ze in de saus met een beetje water. Zo, meegeroerd. Nu een half cup water erin. Nou, half water was het dus niet geworden. Een hele glas water. De kip moet net een beetje erboven zijn. Dan weet je dat je goed zit. En dus nu afwachten. En de eindresultaat. Dus dat is de boodschappen. En wat weten vandaag. Take care.